Seizoen 2022-2023 is gestart in Ermelo met de wedstrijd DVS Stedoco. En we hopen op een mooi seizoen. De eerste bal richting rechtsback, dat is Etienne Mariana. Stedoco in balbezit. DVS wacht af. Touran Yavuz versneld. Komt hij er voorbij? Ja, dat lukt. Snel handig gespeeld. Schieten. Zo. Hij loopt gewoon door. Oh, mooie actie hoor. Ali Akla combineert daar. Stef Nijland scherp zometeen misschien. Romeon wordt daar zeker zo. Aanval al loopt door. Publiek dacht aan iets anders. Ook daar wel hoor. Ja, zeker. Muur op afstand. Kruiseer achter de bal. Vijfde minuut. Goeie redding op de lijn. Ja, van Maarten de Fokkert. Goed hersteld van Erren. Gaat hij weer aan de wandel. Dribbelt er een beetje doorheen. Nou, hij... geen overtreding vindt de scheids. De bal gaat weer terug. Nijland. Diepte in. Ali Akla kan erbij, kan hem aannemen. Bal onder controle nemen. Oh, besmaak. Serieuze kans. Jammer dat hij niet meer kracht achter het schot kon geven. Van Dijk. Beetje slordige bal van Salih, maar in tweede instantie. Nu is het Kuiper. De bal moet geblokt worden. Tegen de binnenkant van de paal. Bal op de paal. Nee. Op het hoofdje. Meteen op het hoofd geraakt. Scheidsrechter zit dat ook meteen. Nou, zou dit dan het moment zijn? Wie weet, Lars van Wetering, Tim van den Berg mee opkomen. Sam de Wit zie ik daar ook. Ali Akla natuurlijk, vanzelfsprekend. We gaan het zien. Stef Nijland. Frank Olijf. Jammer. Half metertje boven de deklat. Veel verrassingen. Harkemaarse boys thuis. 1-3 achter. Nu dan. Ja! Komt ja! Hij zit erin. Nee. Nee, hij zit er niet in. Het is niet te geloven. Het is een beetje gezichtsbedrog. Ja. Weer die sliding van Tarik Everen, maar niet voldoende. Snelle uitbraak. Stedoco. Wieringa. Geen doelpunt. Nou. Hoeveel pech kun je hebben? Ja, ik ben er wel blij mee. Paal. De bekende middenvelder André Hoekstra. Daar bij de middenlijn. Oud Feyenoorder. Go Ahead Eagles. Die mag de wissel gaan aankondigen bij de scheids. Echt een buffelaar op het middenveld. Kans, Schreuder. Levensgevaarlijk. Kortie naar Wielinga. Krijgt hem terug. Is die voor DVS? Omar. Ja, dat is Omar. El Ghazouani. Nu. Nou. Ah. Oh. Hij kan zich nog net herstellen, die keeper. Maar hij struikelde. Hij gleed wat weg. Maar anticipeerde daarna wel ongelooflijk sterk. Ja, daar redt hij het vege lijf van... Absoluut. Het balverlies van Wielinga volgens mij. Ja, scheids besluit om af te fluiten. Dat zijn 3 minuutjes geweest aan extra tijd. DVS start met een brilstand 0-0.